Welkom bij Signac Delfshaven. Ik ging op zoek naar het bevrijdingsgevoel. Eerst langs het Oorlogs- en Verzetsmuseum, toen even langs het circus, even op bezoek in het park bij de Urenmast. Dag. Nou, ik ben Gyula Rajkovic en ooit gevlucht uit Hongarije. Ik heb hiernaast in dit gebouw gestudeerd op de Kunstacademie in de jaren 80. En ik ben gewoon een Rotterdammer die circussen schildert en in de haven schildert. Gebouwen, grote gebouwen, voetbalstadions, dat ben ik. Heb je nou als vluchteling iets speciaals met Bevrijdingsdag? Ik heb zeker iets mee te maken. Ik zat gisteren in de rij bij die dodenherdenking hier in Overschie. Ik heb mijn bloemetje gelegd. Ik was ooit door een militair heel erg bedreigd, gegijzeld mag je zeggen. Ik mocht jaren niet terug. Ik was vluchteling in Zwitserland en daarna naar Nederland. En ik ben bang elke dag nog voor die vrijheid wat wij kunnen genieten. Wat houdt voor u vrijheid in? Dat wat ik nu doe, dat ik mag lekker rustig zitten schilderen en dat je dan gewoon je kan uiten en zie je mensen lopen en dan geniet je ze hierachter met een barbecue. En dus dat wordt niet geschoten, net als Iran of weet ik waar allemaal oorlogen zijn. Mensen die maar zitten te schreeuwen voor zijn leven. Dus dit is heel wat anders en dit proberen wij te bewaren als kunstenaar, probeer het vast te houden en er staat op mijn website. Rajkovicwordpress.com staat haar majesteit op, ben ik aan het schilderen. Dat is vrijheid. Dus gewoon je kunnen uiten zonder bang te zijn. Vijf minuten douchen is echt genoeg om je haar te wassen en alles te wassen. Nu nog wat sfeerbeelden over het vieren van Koninginnedag. Koninginnedag 2013. We zijn hier bij The Other Place. Het is een geweldig feest. Het is nog een beetje vroeg. Het is nog niet zo druk, maar dat gaat zo komen. Wie hebben we hier naast me staan? Zetten. Ruud Muller. Oké, u bent vaste klant, of jij bent vaste klant hier? Ja,
Ja, zeg maar jij inderdaad. Ja, vaste klant. Al jaren en jaren. Ja, je bent inderdaad een bekend gezicht, dat klopt. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou ja, veel feesten. Gezellig. En morgen een beetje bijkomen. Heb je mijn shirt gezien? Zet hem er even op. Want ja, ik heb hem al 6 jaar. Hè? Sinds ze heeft aangekondigd misschien eens een keer wat anders te willen gaan doen. En eindelijk is hij dan helemaal gewoon up-to-date. Kijk, ben jij ook, ja, ik wil niet zeggen ben jij eens een beetje oud en versleten, maar Willem staat er nog strak op. Dus heren, van het goede leven, veel plezier vandaag. Ik ga het in ieder geval ook doen. Nu wat praat wat? Wat betekent bevrijding voor u? Wat praat oké, dit oké. Wat? Nee, korrigeer ze nee. Wat? Wat? Zeg taki, zang. Wat praat wat? Eske het goed, Hedy. Zang. Wat? Wat praat? Wat? Mag ik u vragen, wat hebt u met Bevrijdingsdag? Dat ze meer mensen bevrijden. Gaat u vanavond nog feesten? Nee, ik bevrij... als die mensen bevrijden, ga ik niet feesten, nee. Wat heeft u met Bevrijdingsdag? Gewoon een gevoel van hoe lekker hebben wij het nu, want wat was er vroeger allemaal aan de hand? En u? En ook wel dankbaar aan de mensen dat, we het gewoon, dat wij het gewoon in Nederland heel erg goed hebben. En Bevrijdingsdag, dat wil niet alleen maar zeggen de bevrijding van de Nederlanders in de oorlog en wat erbij hoorde. Maar ja, ik zou graag willen dat de hele wereld dan bevrijd zou worden van alle ellende. Ik heb meer met de afschaffing van de slavernij. Dat zit nog in mij. En dan viert u wel feest? Ja. Ja, want de bevrijding zijn allemaal die schurken toch? Zijn al die... Je weet toch, die kolonies hadden, daar wil ik niks van weten. Joh. Ja, ze zijn allemaal van die zakkenvullers geweest. Die hebben alles veroverd. Nou, dat ze bevrijden, ja, ik vind er niks aan. Ik heb liever iets met de slavernij. Ja. Maar Bevrijdingsdag is toch dat we bevrijd zijn van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog? Ja, maar de Duitsers, de Nederlanders, de Fransen, de Italianen zijn allemaal hetzelfde. Zijn allemaal die mensen die over zee zijn gegaan en alles hebben geplunderd. Zodat ze bevrijd zijn, ja, dat doet me niks. Uw leerlingen, gaan die thuis feesten voor zover u weet? Nou, ik heb heel veel te maken met allochtone leerlingen. En ja, die hebben een Marokkaanse Turkse achtergrond. En ja, hun land is toen niet bevrijd natuurlijk op 5 mei. Dus zij vieren het niet. En het zegt hen ook niks? We hebben wel een project gedraaid, project Vrijheid. Heel veel films gedraaid over Anne Frank en dergelijke. Dus wij willen ze wel ermee confronteren van wat het inhoudt dat ze echt vrij zijn. Wij vieren dan bevrijdingsfeest, terwijl in andere landen is er oorlog en honger en weet ik het wat. En Nederlanders zijn van nature klagers, maar de enige rij waar wij in hoeven te staan is de rij bij de supermarkt om onze kar vol te laden met dingen die we niet eens nodig hebben, die we lekker vinden. Dus dat is hetgene wat mij dan altijd een beetje dwars zit. Mag ik u vragen? Oh, schrik me. Pardon. Heeft u iets met Bevrijdingsdag? Ja, tuurlijk. Ja. Eigenlijk zelf de oorlog meegemaakt. Maar is het voor u een feestdag? Nou, zo ik nu kijk naar al die landen, van, dan zet ik ook wel vraagtekens. U gaat niet feesten vanavond? Nee. Lekker naar huis. U feest nooit op Bevrijdingsdag? Nee, eigenlijk niet. Ja, toen we mijn jongen waren, maar nu niet meer. Wat doet u wel? Wat ik wel doe, lekker thuis zitten, televisie kijken, boekje lezen, in de tuin werken. Mevrouw, mag ik u vragen, wat betekent voor u Bevrijdingsdag? Nou, dat we bevrijd zijn. Wat gaat u doen? Niks. Gaat u nog feesten vanavond?
Ja. Wil jij ook? Ik ga ook feesten, ja. Oké. Samen met mij? Nee, ik ga in de stad feesten. Stad? Ja. Ja, ik kan naar de stad ook. Je gaat ook naar de stad? Ja, in de Rotterdamstad. Misschien komen we elkaar tegen. Kom, koffie drinken en cola, biertje. Oké. Gelukkig. Doei. Cineac Terzaven is voor iedereen. Voor alweer de 11e keer werd op 6 mei Pim Fortuyn herdacht. Ik ben Frans hier uit Breda. Oh, we gaan naar Driebergen, waar Pim Fortuyn eerst in eerste instantie is begraven. Om daar onze eerbetoon te tonen. En dan gaan we naar Hilversum, bij het Mediapark. Wat betekende Pim Fortuyn voor jou? Ja, het was toch wel een belangrijke man om te zien. Die man die had gewoon wat. Als hij de auto uitstapte, dan was het al van bom, er staat wat. En als je nou die Kamerleden ziet, dan pak je gauw je fietsje, dan ga je gauw weg. Want... Dus... Hij was eerlijk, was oprecht en dat straalde van hem af. En wilde echt iets betekenen voor de Rotterdamse bevolking, maar ook voor heel Nederland. Ik ben Jack Terrible, zo noem ik mezelf. Omschrijft u zichzelf als Terrible? Nou, dat is een spotnaampje. Terrible heeft van Ivan de Verschrikkelijke, Ivan de Terrible. En Jack heeft van Jack de Ripper. Dat is gewoon een combinatie. Maar zo verschrikkelijk bent u toch niet? Nee, maar ik heb al gezegd dat het een spotnaampje is om de spot te drijven met mensen. Of met mezelf. Zelfspot is een zelfspot. Dat is het juiste woord. Nu ben je ook een persoon met een kleurtje. Ik weet niet of ik daarover mag praten. Nee. Maar veel mensen dachten dat hij discrimineerde. Wat vind je daar zelf van? Nou, dat is totaal en totaal niet waar. Dus had ik een andere donkere jongen in de, bij Pim Fortuyn, Johan Varel. Maar als je al op een rechtse partij stemt hier in Nederland, dan krijg je al de stempel dat je tegen buitenlanders bent. En ik woon zelf dan in de Lagen. Nou, je ziet gewoon dat hele woonwijken veranderen gewoon. Er zijn zoveel mensen, zoveel culturen. Ja, dat kan nooit goed gaan. Op een gegeven moment dan houdt het gewoon een keer op. En Pim was helemaal niet tegen buitenlanders, maar dat is gewoon zeer jammer dat steeds zo wordt gemaakt eigenlijk. Als je het heel kort zou samenvatten, waar stond Pim voor jou voor? Ja, toch voor de islam eigenlijk. Dat is gewoon de hoofdmoot, vind ik zelf. Daar hebben we tenminste ik persoonlijk veel last van ook. En qua uitgaan, qua buurt, qua mensen. Er is er geen één die woord Hollands spreekt, niemand. En het komt allemaal maar binnen en het is allemaal goed, dus. En denk je dat het nog gaat veranderen? Dat denk ik eigenlijk niet. Er is geen oplossing meer voor, nee. Dit moddert gewoon zo door en op een gegeven moment dan houdt het een keer op en dan is het afgelopen. Dus dit komt nooit meer goed, nee. Ik heb altijd intens meegeleefd met de verwikkelingen van Pim Fortuyn. En voor mij is het ook een schok geweest toen ze hem vermoord hebben. Nu zijn de beweegredenen van de moordenaar van Pim Fortuyn altijd een beetje duister gebleven. Wat voor gedachten heeft u daarover? Nou, voor de traditionele partijen was Pim Fortuyn een groot gevaar. En dat zou een motief kunnen zijn om Pim Fortuyn te liquideren, laat ik het zo maar zeggen. Dan denkt u toch aan zo'n complot? Ja, dat kan niet. Volgers van de Graaf kan het zomaar niet op zeentje doen. Dat gelooft niemand. Niet in Nederland gelooft dat. En nu komt deze man alweer bijna vrij. Nou, dat is nog maar de vraag. Want er zullen zeker heftige protesten komen. En ik zie dat niet zomaar gebeuren. Het ligt ook emotioneel heel zwaar bij de bevolking. Maar het is nog steeds woedend. Ondanks het al 11 jaar geleden is, maar is nog steeds woedend over de moord van Pim Fortuyn. Insecten zoeken op de dijk bij de Bokkenspoom afgelopen woensdag. Erg informatief.
Wat doe jij? Ik maak een filmpje dat jullie insecten zoeken. Ik zag bij de vogels bijen. Oh ja, kijk hier, achter je gaat een homo. Zie je, een hele dikkerd. Ik houd die kaartje vast. Zal ik hem vangen? Ja. Als dat lukt, doe niet. Mama! Je moet hem hier vangen. Hier gaan vangen. Hij is wel erg snel hoor. Deze misschien. Meneer, kom eens, kijk hier. Hij zit in een doosje daar. Alsjeblieft. Ik kan nog kijken. Ik heb een mier gevonden. Echt waar? Zit hij al in je potje? Nee, mijn moeder heeft hem. Oh, je moeder heeft hem. Die kleine dieren houden niet zo van de felle zon. Ik heb al een droom. Sommige dieren wonen onder de grond. Ja, ze wonen. Kijk, daar is een beetje de grond een beetje los. Misschien dat je daar, gaan we daar over kijken. Kan je daar tussen die leveren? Kan je misschien met je handen hier? Kijk eens hier. Kijk eens hier. Auw! Ja, auw, pas op daar. Ik zie heel veel. Wow! En als je misschien al je potje erbij gebruikt. Om mij te vragen. Oh ja, je hebt er een! Heb je er een? Kijk eens, hebben we jij nog? Probeer mij. Nou, kijk maar eens wat hij doet. Ja. Ja, zie je wat hij doet? De oorsprong van patatje kapsalon uit ons eigen Delfshaven. Jawel. Ik sta hier op de hoek van de Schiedamseweg met Schans en ik heb gehoord dat deze is de beste shawarma zak van het hele land. We gaan dat kijken of het klopt. Klopt dat? Dus wij zijn originele kapsalon. Wij zijn de kapsalonuitvinders. Met hiernaast met kapper, Surinaams jongen. Hij komt altijd met patat frit nemen. Wij hebben gezegd, ja, we nemen één keer met saus kaas erop. Hij heeft kaas met salade genomen. En van hem klanten ook vragen altijd, wat is dat? En dat is kapsalon geworden. Ja, wij hebben alle tests gemaakt. Wij zijn nog steeds originele kapsalon. Wij zijn nog steeds beste kapsalon van heel Rotterdam. Nu is kapsalon overal. Je hebt in Amerika, op Turkije ook. Nu is overal kapsalon. Dit is shawarma, dit is lams shawarma. Maar je hebt dunnet met lange met machinesnijd. Dan is, als je hebt shawarma gevraagd, u maakt fijn, dan krijg je shawarma. Maar het is geen shawarma, het is gewoon lams dunner. Het is alleen klein stukje fijn gemaakt. Maar dat is niet lekker. Origineel kapsalon wordt met shawarma vlees, met deze vlees. Wij gooien sambal op en dan twee plakjes kaas. Hele plakje? Ja, twee keer hele plakje kaas, ja. Een kleine krijg je eentje, grote wel twee stukjes. Ja, dan is, ik moet nog smelten, dan krijgen we salade, dan ja, eet smakelijk. Salade erop gooien, dan is het klaar. Dit is kapsalon. We gaan proeven. En nu het museum Pablo Ruedo in Delfshaven. Ik ben Eddie Baris Cohen en ik woon hier op Aalbrechtskolk nummer 10, waar ook het museum is gevestigd van Pablo Ruedo Lara. Pablo Ruedo Lara was mijn partner en die zou hier een galerie beginnen met atelier, maar 10 dagen voor de verhuizing overleed hij. En toen heb ik er een museum van gemaakt met wisselende exposities.
exposities op keramiekgebied, want Pablo maakte allemaal keramiek. En ja, op een manier dat je het niet van echt kunt onderscheiden, dus dat was zijn sterke kant. En er zijn ook heel veel mensen altijd naar komen kijken. Deze keer heb ik een expositie met schilderen met textiel en die is van Marjan Binnenweg. En dat is ook heel uniek en het ligt ook een beetje in het verlengde van Pablo's werk, want je wordt ook op het verkeerde been gezet. Mensen hebben niet het idee dat dit textiel is. Als ze binnenkomen denken ze allemaal dat het schilderijen zijn, vandaar dat het ook schilderen heet met textiel. Maar het zijn allemaal lapjes stof, handbedrukte stof die over elkaar gelegd zijn en dan een compositie van gemaakt en dan krijg je het resultaat van wat je dan ook wil hebben. Ik werk met textiel. Dat vind ik een heel fijn materiaal. Dat heb ik op het laatste jaar van de academie heb ik met textiel mogen werken. Nou, dat vond ik echt geweldig. Dat vond ik leuker dan met verf. Dus ik heb een hele periode met textiel gewerkt. Daarna ben ik met verf gaan werken, dus heb ik geschilderd. En daarna heb ik weer mijn textiel opgepakt, omdat het ook, ja, het is zo totaal anders, maar zo leuk. Ik naai mijn stofjes, mijn lappen, naai ik allemaal met de hand. En dus ik plak er niks in, want dat vind ik gewoon niet bij mijn doek horen. Ik wil het gewoon naaien, dat is dan meer werk, want mensen zeggen dan, oh, wat een hoop werk. Ja, nee, maar dat is, ik vind dat prima. Dat maakt mijn doek klaar en dan, dat hoort bij mij. Toen ik op de academie zat, in het laatste jaar, het laatste 4 jaar, ik heb een dagopleiding gehad, waren er wel een aantal mensen die het, heel veel mensen die het deden. Vond ik ook heel leuk, was voor mij natuurlijk ook heel leuk om te zien. Maar nu, mensen werken nog wel met textiel, maar dan ook weer op een hele andere manier. Ja. En dat is ook leuk, dat is ook helemaal goed. Ja. Kom ook op televisie weer dan? Ja. Wat voor dag dan altijd? Groen in de straat, wie wil dat niet? We staan in de Zware Kroonstraat hier zo. Mooi weer buiten, weinig wind. Wat is vandaag de plantjesdag vandaag? Nou, we hebben Delfts Havense Duiten aangevraagd en daarmee gaan we deze plantvakken inplanten met mooie vaste planten en bollen. Een paar maanden geleden is het aan de overkant gebeurd, dat is door de gemeente betaald. Alleen wij vonden het jammer dat aan deze kant dan geen planten zouden zijn. Dus daarom hebben we ook voor de overkant van de straat het subsidie aangevraagd om hier ook planten aan te brengen. Vandaag zijn we dus met de overkant begonnen en hopen we de straat helemaal af te maken. En dat we mensen ook inspireren om hun geveltuintjes in te gaan richten. En dan hebben we een mooie groene straat. Zoals je ziet zijn de bomen al behoorlijk op leeftijd. En hebben we ervoor gezorgd dat er nog meer bomen in de straat komen. Dus als er een keer een boom doodgaat, hebben we in ieder geval weer nieuwe mooie bomen in de straat. Het was één grote hobbelige stoep. De kinderen konden eigenlijk niet meer spelen buiten, niet meer leren fietsen. En dat hebben we nu met dit plan is het helemaal weer rechtgetrokken en het wordt groener. Je begint altijd met een kleine club mensen en we hopen dat iedereen mee gaat doen. Ja. Dat is de bedoeling. Je hebt ook een clubhuis hier, waar alles besproken wordt en zo? Ja, dat klopt. Het buurtatelier. En daar bespreken we ook de plannen en dan wordt iedereen voor uitgenodigd.
Lekker, hè? Hartelijk dank voor het kijken naar Sinjok Delshaven. Graag tot de volgende keer.